President Chandrika Prasad Santokhi gaf gisteren aan de Pandit Paltan Tewariweg in Wanica het startsein voor het Farmer Field School Project van het ministerie van LVV. Dit door de IDB gefinancierde initiatief versterkt boeren door trainingen in Marcusa teelt en draagt bij aan verhoogde voedselproductie en export. Het project past binnen het regeringsbeleid om voedselzekerheid te bevorderen. President Santokhi feliciteerde ondernemers Sham Ori, het ministerie van LVV en de IDB voor hun bijdragen. De Commissie voor de Wet Duurzaam Natuurbeheer heeft een publieke hoorzitting georganiseerd om het initiatiefwetsvoorstel van Josafat Kanapé te verfijnen. Het voorstel beoogt duurzaam natuurbeheer via een nieuwe autoriteit. DNA-voorzitter Deo Sharman benadrukte het belang van natuurbehoud, respect voor lokale gemeenschappen en economische ontwikkeling. Inzichten uit de hearing worden verwerkt in het wetsvoorstel. President Chandrika Prasad Santokhi ontving op 29 november een delegatie uit Pililutepu, geleid door kapitein Moshishi Shanaupe, om grondenrechten en milieubescherming te bespreken. Shanaupe overhandigde een demarcatiekaart en een geschiedenisboek van het Tapanahoni-gebied en benadrukte het belang van schoon water en bosbehoud. President Santokhi waardeerde de inzet van de gemeenschap en riep op tot intensievere samenwerking en duurzame oplossingen.